Het is zaterdagmiddag en de zaterdag tweede klasse die speelt hier. Het is een belangrijke wedstrijd voor Waterland, want Monnikendam speelt hier in Marken tegen Marken. En Monnikendam kan kampioen worden. Dus het wordt heel spannend hier, een lokale derby. Ja, Ronald Dooij weer, de trainer hier van Marken. Hoe speelt Marken dit seizoen? Nou, we hebben een goede reeks gehad. Tot 5 wedstrijden voor het einde van de competitie hebben we ons veilig gespeeld. En ja, we hoopten op iets meer dan alleen maar veilig spelen. En ja, uiteindelijk zijn we 4 wedstrijden verder. En we staan nog steeds op het aantal punten wat we toen hadden. Dus de laatste periode is toch wat teleurstellend geweest. We hadden graag meegedaan om een periode op de ranglijst. We hadden derde kunnen worden. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen weken hebben we dat een beetje weggegeven. Dus er staat vandaag nog wel wat op het spel. We kunnen ons seizoen toch mooi afsluiten door vandaag te laten zien wat we waard zijn. Nou, ik denk dat Monnikendam er een beetje op rekent dat jullie ze wel helpt aan het kampioenschap. Nou, ik denk niet dat Monnikendam daarop rekent. Ik weet dat Monnikendam, die heeft een goede ploeg en die gaan uit van eigen kwaliteit en eigen kracht. En die moeten het ook op eigen kracht verdienen. Dat is voetbal en in voetbal wordt er niks verkocht, tenminste niet bij ons. Nee. En ze zullen ervoor moeten strijden en uiteindelijk zal bepalen na 90 minuten of ze het wel of niet geworden zijn. En voor jullie staat er dan niet in ieder geval op het spel dat jullie moeten degraderen? Nou nee, voor ons staat in principe niks meer op het spel. Op de ranglijst kunnen we nog een plekje dalen, misschien een plekje stijgen. Maar zodanig staat er niet meer op het spel. Maar er staat wel een bepaald eergevoel op het spel. En ik denk dat je elke wedstrijd als sportman moet willen winnen. En op het moment dat je dat vandaag niet door hebt in een derby tegen Monnikendam, die kampioen kan worden, dan hoor je vandaag niet op het voetbalveld thuis. Nee, hoe groot is de selectie van Marken? Onze selectie met 1 en 2 zijn rond de 30, 35 mensen. En geen blessures? Iedereen kan opgesteld worden vandaag? We hebben 1 blessure. Onze spits Ramon Veerman die heeft een bedrijfsongevalletje gehad. En die is inzetbaar, maar voor de rest kan iedereen spelen. Okay. En de keeper goed in vorm? Ik hoop het. Ik hoop dat hij ons vandaag op de momenten dat hij er moet staan, er staat. Maar goed, daar vertrouw ik op. Dus ik ga ervan uit dat het goed komt met hem. Oké, nou heel spannend, een hele goede wedstrijd en we spreken elkaar straks nog even. Dankjewel, oké. Ja, Appert Seijn, de coach-trainer van Monnikendam. Jullie hebben een succesvol jaar tot nu toe, begrijp ik? Ja, tot nu toe hebben we een jaar van vallen en opstaan. Maar uiteindelijk altijd doorgegaan en dat heeft geresulteerd dat we ja, vanaf dag 1 bovenaan staan, zeg maar. Dus ja, het zou een kroon op het werk zijn als we het ook gaan flikken ook. Van vallen en opstaan en toch op 1 blijven. Hoe kun je daar iets meer duiding aan geven? Ja, kijk, wij spelen heel aanvallend voetbal en krijgen wel eens de deksel op die neus. Maar we hebben ook wedstrijden gewonnen daardoor dat we een achterstand in de laatste minuten ombogen naar een winst. Okay. Maar we hebben ook wel eens dat we het helemaal open gooiden en dat we niet meer terug konden komen. En ja, dan verloren we met grote cijfers. En dat is Monnikendam. Ja. Maar goed, ondanks dat sta je toch nog bovenaan. Wat verwacht je van deze wedstrijd vandaag? Ja, kijk, dit is een wedstrijd op zich. Kijk, motiveren hoef ik ze niet. Maar ja, het moet niet verlamd raken. En dat is het al maar de vraag wat er gaat gebeuren. De spanning bedoel je? Ja, er is wel een bepaalde spanning. Want het is historisch als wij naar de eerste klasse gaan. Want het is nog nooit gebeurd. Dus dat voel je wel een beetje. En hoe pep je de jongens op of hoe hou je ze eigenlijk van die verlamming weg? Ja, je probeert de spanning eraf te halen, maar echt oppeppen, ja, dat hoeft niet. Ik hoef ook weinig te zeggen. Dus een opstelling maken en ze moeten genieten. Ja. Ze moeten genieten van deze dag, deze wedstrijd. En hopen wel tot een goed einde. En evengoed, wat er ook gebeurt. Ik ben ontzettend trots op deze groep. Wat ze met dit team, wat ze gepresteerd hebben. En dat ligt niet... Het ligt echt aan de jongens. Dus elke keer weer na bijvoorbeeld een hele grote nederlaag. Dat we toch de volgende wedstrijd er weer stonden. En dat vind ik mentaal vind ik dat heel erg knap van deze groep. Ja, dus een veerkrachtige groep. Hoe oud zijn de jongens over het algemeen? Ja, tussen de 18 en 35. Ja. Daartussenin. Maar algemeen heb je 20ers, je hebt 25ers, een 28er. Dus ja. En wat ga je doen? Zet je je sterkste groep als eerste erin? Of hou je nog iemand achter de hand? Ja, ik probeer altijd wat ik op dat moment denk wat de sterkste formatie is. Ja. En het ligt er ook aan hoe de tegenstander speelt. Niet dat we te veel aanpassen. Ja. Maar soms moet je wel niet aan je speelstijl aanpassen. Maar wel soms de poppetjes, zeg maar. Ja. En dan heb je wel eens een teleurstelling. En dat vind ik ook vervelend. Maar dat hoort er gewoon bij. Ja. En heb je nog een opstelling als 1-3 of 2-4? Nee, wij spelen altijd 4-3-3. Ja. Dus...
Maar goed, in de wedstrijd, ja, wat is 4-3-3 in de wedstrijd? Heb je wel eens een situatie dat je weer iets anders speelt? Ligt ook, je moet je aanpassen aan de tegenstander als zij de bal hebben, maar zij moeten weer aanpassen aan ons als wij de bal hebben. Maar wij gaan altijd van wel aanvallend voetbal uit. Althans, hè, dat probeert elke trainer, maar dat proberen wij. Kijk, het is amateurs. Daarom hebben wij ook gekozen om altijd op de aanval te gaan, om het plezier erin te houden. Alleen ja, dan heb je wel eens de deksel op je neus. Ja. Hebben jullie al eerder tegen hun gespeeld dit seizoen, thuis bij in Monnikendam? Ja, bij ons thuis, dus 3-1 voor ons. Okay. Ja, maar dit zijn altijd wedstrijden op zich. Nou, eerste, tweede. Nee, maar je kent de jongens. Ik ken de jongens en verstandhoudingen liggen wel goed de laatste tijd. Vroeger was er wel veel meer strijd, maar het is wel echt een derby. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. We spreken elkaar nog even na de wedstrijd. Helemaal goed, oké. Ja, ik sta hier met meneer en mevrouw De Wijs. U zit normaal in het hokje, maar we hebben het even zo naar voren gedaan. Wat doet u vandaag? Het scorebord bijhouden. Ja. Dus daar heeft u hopelijk een drukke taak aan, veel doelpunten? Dat hoop ik. Ja, moeten we ook de tijd bijhouden of niet? Nee, we moeten de tijd indrukken aan het begin en bij de tweede helft. Okay. Voor de rest niet. De tijd gaat vanzelf. Die loopt door. Ja, oké. Okay. En de score doet u dan en dan roept u het om, of niet? Ja, dan roep ik het om. Ik begin met de opstellingen door te geven. Die krijg ik vanuit de bestuurskamer krijg ik die vandaan. Nou, die doe ik dan opnoemen. En dan... dan gaan we even kijken hoe laat het is. Is het 2:15 en dan zetten we meestal het scorebord aan daar zo. En dan wachten we tot het 2:30 is. Dat de scheidsrechter een fluitje geeft. En dan drukt mevrouw Wil, die drukt hem dan in. En dan gaat de draai allemaal tot de uur 5. Ja, precies. En hoe lang doet u dit al samen? Van 2001 af. Het kwam, mijn schoonzuster deed het altijd. En die deed het al ook jaren ervoor. Toen was het nog hoofdklas, hè? En dan ging ik wel eens helpen, maar toen werd ze ziek. Nou ja, toen hebben wij het overgenomen. Zo lang al. Maar voordat, even wat anders, voordat de wedstrijd begint heb je ook nog een pupil van de week. Hè? En die gaat dan een doelpuntje proberen te maken bij de keeper van de tegenstander. En dan zeg ik er iets bij van, nou, doe nou je best maar, nou enzovoort. Dat hoort je straks vanzelf wel. Ja. En dat is altijd heel leuk is dat. En als dat... afgelopen is, dan komen ze meestal bij ons hier zo in de radiokamer komen ze dan zitten, tussenin bij ons zo. En dan gaat ze even bekijken hoe dat allemaal werkt. Dan zie je hoe wij dat scorebord behandelen allemaal. Dat doen we via de computer allemaal zo, dergelijke dingen. En dan vinden ze dat leuk. Dan zit ze daar een minuutje of 10 of een kwartiertje. En dan gaat ze er weer uit. Dan wordt ze weer overgeleverd aan de... En degene die dat verder ook behandelt. En dan krijgt ze een patatje en dergelijke dingetjes allemaal. Ja, dat is een leuk evenementje voor zo iemand, hè? Om dan mee te maken hoe dat is. Ja, vinden ze hartstikke leuk. En de ouders zeggen dan ook altijd. Nou, zo gezegd, dat is leuk hoor, allemaal. Ja, dat is prima. Hartstikke leuk. Ja, ze weten op die manier ook een Kelly Zeeman te worden natuurlijk. Ja, die kennen we ook wel, Kelly Zeeman hoor. Ja, maar dat willen ze allemaal hoor. Ja, de meesten zijn wel favoriet van haar. Logisch toch? Ja, zo'n rolmodel in je eigen gemeenschap. Ja. En zo'n kleine gemeente en dan zo'n grote speelster. Is toch hartstikke goed? Absoluut, absoluut. Wat verwacht u van de uitslag vandaag? Nou, wij hopen dat Marke wint natuurlijk. Want, maar... Dat mag u daar natuurlijk niet laten blijken, of wel? Ach, dat kun je wel aan bestemmen horen straks, als het zo ver komt. Nou, we wachten wel even wat het wordt. Het is Monnikendam staat het hele seizoen al bovenaan, dus wat dat betreft merk je up and down zo'n beetje. En de laatste tijd is het iets minder. Maar ja, misschien komt er een gelijk spelletje uit, ik weet het niet. Maar het hoeft er niet te zeggen dat Monnikendam meteen kampioen is. Want er zit nog een rivaal, ZOB zit er ook nog achteraan, dus... dat houden we het ook allemaal in de gaten. En dan bellen we even op. En dan wat de stand van zaken is. Nou, dan geven we dat ook weer even. Wat moet ZOB doen? ZOB moet winnen. Van wie? Van ASV Arsenal. Okay. Of Arsenal heet het eigenlijk. Ja. Okay. Ik zeg altijd Arsenal. Maar wij hopen in ieder geval dat het een leuke wedstrijd wordt. En sportieve wedstrijd. En sportief. En dat ze elkaar niet kapot trappen. Ja. Maar dat het toch echt wel een leuke wedstrijd is. Dat het niet zeggen van... dat de één weggespeeld wordt. Nee, okay. Het moet een spannende wedstrijd en sportief. Ja. Nou, we hebben verwachtingen, hè? Ja, ja. Absoluut, absoluut, absoluut. Okay. Wij zijn natuurlijk voor Marken, alhoewel dat een moeilijke nummer is, hoor. Ja. Okay. Dat is helemaal makkelijk. Ja, moeilijk. Ja, zeker moeilijk. Nou ja, dat gaat al, hoor. Nee, helemaal niet, hoor. Wat dat betreft valt het allemaal wel mee. Nou,
Ik wens u een hele fijne wedstrijd. Okay. Nou, graag. Nou, dat hopen we ook. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Kunnen we gaan? Ja, dank u wel. Hartelijk welkom op het sportcomplex Nooit Gedacht van SV Marken. Vandaag speelt Marken zijn 13e en tevens laatste thuiswedstrijd in de zaterdagcompetitie seizoen 2018-2019 van de tweede klasse A. Onze gast en tegenstander is voetbalvereniging Monnikendam, die bij een overwinning kampioen kan worden. Dames en heren, hier zijn de elftallen van deze middag. Marken, Monnikendam, het arbitrale trio, en de officieel van de week, Gemma de Groot, geeft u een hartelijke applaus. Oh!
Jij was pupil van de week. Hoe was dat? Leuk. Ja? Hoe ben je dat geworden? Want speel jij in het kleinste team? Hoe heet het team waar jullie spelen? Markerberen. Juist. En waar speel jij? Heb jij een bepaalde positie of maakt dat niet uit? Maakt niet uit. Okay. En waarom ben je op voetbal gegaan? Omdat ik dan een beetje kan leren om voetballen. Omdat je kan leren te voetballen. Zo is het. En heb je iemand voor ogen dat je denkt, zo goed wil ik worden, zoals die? Mees is het beste van ons team. Mees? Ja. Oké. Okay. En is die hier ook vandaag? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, je hebt hem niet gezien. Oké. Okay. En wat vind je het leukste aan voetbal? Dat ik dan met trainen de pionnetjes om moet proberen te schieten. Ja. En dat je dan de punten in je hoofd moet houden. Oh, oké. Okay. En hoe vaak train je dan? Alleen is, toen we net begonnen, trainden we op zaterdag. En toen trainen we op zaterdag en donderdag. En nu trainen we weer op donderdag. Volgende week gaan we ook op zaterdag trainen. Oké. Nou, er wordt flink wat getraind dan, hè? En is dat altijd hier? Ja. Hey, en nou ben je pupil van de week. Wat houdt dat in? Heb je nog iets gekregen? Want je mocht al mee het veld op, hè? Ik heb een bal met al de namen en de handtekening van de spelers. En ik heb een beker. Oh, oké. Okay. En volgens mij mocht je ook nog wat lekkers halen, of niet? Ja. Heb je dat al op? Ja. Wat heb je gekregen? Een broodje kaas. Oh, lekker. Nou, hartstikke goed. En blijf je kijken naar de wedstrijd? Ik blijf hier nog wel. Ja, oké. Okay. Nou, veel plezier, hè? Ja. Staat 2. Doe ze een analyse. Nou, het is verrassend. Ik heb ze natuurlijk de afgelopen 4 wedstrijden heb ik ze toch even wat minder zien voetballen. En ik moet zeggen dat ze heel goed voetballen. Okay. En 2 prachtige goals. Dus ja, dan kom je verdiend op 2-0, zoals we dat in voetbaltermen zeggen. En jullie begonnen eigenlijk een beetje ongelukkig met een blessure meteen. Ja, inderdaad, meteen een blessure van Stefan de Wit. Dus dat was wel een beetje knullig. Dat was ook meteen bij een doelpunt inderdaad. Gelukkig de aansluitingstreffer gemaakt ook nog. En daarna ook nog wel een paar kansjes gehad. Dus ik ben nog wel positief gestemd. Ja, het wordt weer een wedstrijd, hè, als het 2-1. Ja, zeker. Het wordt zeker een wedstrijd. En ik denk dat we een prachtige ambiance hebben. Zo'n hoop mensen op de been. En wedstrijden mooier dan Monnikendam-Mark of Mark en Monnikendam zijn er eigenlijk niet, wat mij betreft. Dus leuk hier te gasten zijn ook. Nou zeker, ik blik even vooruit, want we hoorden de tussenstand bij de andere wedstrijd van de nummer 2, ZOB, Zuidoost-Beemster. Die spelen nu, die staan nu 2-0 voor, begreep ik. Ja, 3-0 al. 3-0 zelfs inderdaad. Dus dat betekent dat voor ons de boodschap helder is, we moeten gewoon winnen hier. Dat is het enige, ik bedoel, vanuitgaande dat Arsenal dat niet meer recht gaat trekken, moeten we gewoon winnen hier. Dus met de huidige tussenstand zie ik gelukkig nog genoeg perspectieven. We hebben vorige week gezien hoe het kan lopen. Stonden we met rust 4-0 achter en toen werd het nog 4-4. Dus ik heb er nog wel vertrouwen in. Oké. En u, hoe denkt u erover de tweede helft? Wat gaat er gebeuren? Spreek je me nu tegenwoordig aan met u? Ik wissel het wel eens een beetje af inderdaad. Ik ben eigenlijk normaal van de U, ja. Oh, je bent van de U. Nou, oké. Okay. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd hoe Mark de tweede helft uitkomt. Ik zeg het, de afgelopen 4 weken speelden we ook een prima eerste helft. En dan was de tweede helft altijd wat minder. Ja, ik hoop dat dat vandaag niet gebeurt. En dan is het sneu voor Monnikendam. Maar dan denk ik dat wij hier of minimaal gelijk spelen of winnen. Ja, precies. Ja, en namens Pim wil ik nog even zeggen, van wij zijn natuurlijk heel erg blij ook dat we hier zijn, hè, om deze prachtige wedstrijd te mogen verslaan. Maar we zijn ook heel blij dat jullie meedoen met de actie voor Omroep Pim. Nou, misschien kan je dat zelf even vertellen. Ja, nou goed, wij hebben natuurlijk contact gehad met Omroep Pim om toch een actie op touw te zetten tijdens deze wedstrijd. En dat hebben we gedaan. Wij verkopen altijd loodjes langs de lijn. En de opbrengst van deze loodjes die komt er goed aan Omroep Pim. Ja. En dat vonden wij een prima en ludieke actie. Ja, leuk vinden wij dat, maar Monnikendam blijft niet achter, hè? Nee, zeker niet. Wij hebben natuurlijk aanstaande donderdag het Iense Waterlanden toernooi. Dat is een toernooi met 50, 60 jeugdploegen. Traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. En ook daar hebben we een loterij en hebben we ook toegezegd dat de opbrengst af naar Pim gaat. Dus wij vinden het belangrijk, weet je, leuk dat jullie hier ook zijn. En Pim is ook belangrijk voor Waterland. Dus wij supporten jullie ook. Oké,
Nou, hartstikke goed. Wij supporten jullie allebei. Want Monnikendam of Marken, ja, allebei leuk natuurlijk als jullie winnen. Een kampioenschap is natuurlijk wel speciaal. Marken heeft ook vroeger wel hoger gespeeld. Maar Monnikendam, is dit het hoogste niveau? Nou, als Monnikendam zou promoveren, zou dat het hoogste zijn waar we tot nu toe op gespeeld hebben. Marken heeft inderdaad in het verleden ook hoofdklasse gespeeld. Dus eigenlijk heeft Marken altijd hoger dan Monnikendam gespeeld. Dus dat zou ook wel weer uniek zijn. Dus dat is... Het is helemaal goed dat we er zijn vandaag om dat mee te maken, als het lukt. Hè? Wat gebeurt er eigenlijk als jullie gelijk spelen? Als het gelijk is en Sop wint, dan is Sop kampioen. Ja. Okay. Ja. Okay. Nee, dus ze moeten winnen? We moeten winnen inderdaad, daar gaan we vanuit. Okay. Nou, hartelijk dank hoor. Ja, oké. Ja, we vinden het natuurlijk ontzettend leuk om hier te zijn. Wij vinden het eigenlijk altijd leuk om bij sportevenementen te zijn of bij de politiek. Dat maakt... ons eigenlijk niet uit. We vinden het leuk om Waterland in beeld te brengen als Omroep PIM. En om dat te blijven doen hebben wij natuurlijk die actie in het leven geroepen. Ja, ik kan er niet genoeg op hameren omdat ik gewoon weet dat we nieuwe apparatuur nodig hebben. Steun PIM. Het gebeurt hier nu ook bij de voetbal. Het gebeurt binnenkort in Monnikendam. Er zijn ook mensen die... Mag ik even interrumperen? Oh ja? Ik neem de microfoon even mee. Mag ik hem even bij Ares doen en dan even kijken of de analyticus van Marken, of die even wat commentaar wil geven? Mag ik één site nog noemen? Dan heb ik mijn zin afgemaakt. Kijkt u ook vooral op onze website. En dat is een speciale actiewebsite. Doneer.omroep-pim.nl. Daar vindt u alle informatie. Daar kunt u ook zien hoe u ons kunt helpen met de apparatuur. Dus als u in de toekomst nog verdere live programma's wil zien, met name Patty in Monnikendam, Pim. Ja. Ik ga naar... Jeroen ziet ons daar ook. Ik moet zeggen, Ares uit huisje, we zijn live bij Omroep Pim. Het wordt live uitgezonden. Dus wat was de eerste helft? Hoe vond je ervan? Nou, ik moet zeggen, een prima eerste half uur van Marken. We hadden zelfs een lichte overhand. Even op en wijzig in de opstelling dat Monnikendam geen antwoord op. En, maar ja, rond het half uur was het bijna weer gelijk. 2-1 was een foutje achterin en vlak nou bijna 2-2. Hè? Maar een uitstekende eerste helft. Maar nu... Genieten, ook voor neutraal publiek denk ik? Ja, maar neutraal heb ik niet zoveel aan. Nee, ik ben niet neutraal, maar het is sowieso genieten van het voetbal, van beide kanten trouwens. En ik moet zeggen, zeer sportief. Voor Marken is er eigenlijk niks meer te halen, ook geen periodetitel meer, voor Monnikendam wel. Stel dat Monnikendam, wat zou je liefst willen? Monnikendam winnen? Dat Monnikendam naar de eerste klas gaat? Ik gun Monnikendam alles, maar 90ste minuut 2-2, Monnikendam lekker bij ons blijven, lekker dichtbij voetballen volgend seizoen. Nou, dat is duidelijk de analyticus van Marken. Hebben we nog, wat verwacht je nog van de tweede helft? Nog meer doelpunten? Waarschijnlijk, maar Monnikendam zal alles op alles zetten om natuurlijk die punten te pakken. Want die spelen gewoon voor het kampioenschap. Sop staat met 3-0 voor. Dus ze moeten winnen. Ze moeten zeker winnen, ja. Ook sowieso dat het sportief blijft. En dat is het tot op heden. Ook van Marken kant trouwens. Nou ja, voor een echte derby, Monnikendam, is het een zeer sportieve wedstrijd. Maar het is ook genieten, het is echt mooi voetbal. Ja, maar dat is ook alles bij elkaar gewoon. Kijk, vanuit Marken natuurlijk ook nog een voorsprong, maar gewoon het hele spelletje is gewoon een fantastische middag. Fantastisch. Dus voor Omroep Pim en voor de neutrale kijker is het misschien beter dat Monnikendam in de tweede klas blijft. Lekker dichtbij alles, lekkere derbies. Jaarlijks een derby, een jaarlijks live uitzenden, uit en thuis. Heb je al loten van Omroep Pim? Tuurlijk, die heb ik al lang al. Helemaal goed. Dan gaan wij. Wouter is al bij me geweest, Patty is al bij me geweest en Pep. Dus nou, ik ken het wel een keer. Oké. Nou, wij gaan weer terug naar het voetballen, want we beginnen daar weer. Ja. Ze komen weer op het veld. Ja. Hartelijk dank en geniet er nog even de tweede helft. Blijven we doen. Heel goed. Ja. Monnikendam komt op 2-2, Monnikendam krijgt nummer 10, Tony Reugenbrink.
voorgekomen te maken door de 12, Daan Bruin. Dames en heren, de wisselende kant bij Monnikendam. Tot nummer 9, Tom Traan heeft het veld verlaten. Sprint op in de plaats met nummer 14, Kit Romein. Bij Marke, de nummer 5, Jan Pieter van der Vist en de nummer 7, Cornelis Flasboom, plaat in het veld. Een vereenkomt in de bak met nummer 12, Sebastian Pereboom en met nummer 13, Dominique Zeeman. Yeah!
alle moois die er is. Ben. Ja, la la la. De telefoon! De telefoon! Krijg mij een nieuwe lief. Krijg mij een nieuwe. Ik heb geen schone kleren mee! Help, help! Zwart! Zwart! Dank je! Kijk deze nog, man! Ja, hier, daar komt hij aan! Heb je het warm? Heb je het warm? Kutpruim, deze geleed, ouwe! Ja, Kees, hier is jou ook niet bellen, hè? Ja, Rip! Om mijn buiten! Ja, je niet. Waar is ZOB? Hoeveel staat het? Hoeveel staat het? Menno, je bent natuurlijk een heel gelukkig mens. Ik ben een heel gelukkig mens inderdaad. Ik refereerde in de rust al even aan dat we voor grotere vuur, hetere vuur hebben gestaan. En 2-1 achter met rust, 4-2 winnen. En ik denk ook gewoon verdiend. Dus een heel blij man hier. Ja, ik kan me voorstellen. En het is een historische dag voor Monnikendam. Een historische dag inderdaad. Sowieso is het me altijd mooi om bij Marken te winnen. Hè. Dat is natuurlijk toch de derby voor ons en ook voor Marken. En eerste klasse, dat is echt fantastisch. Dus ik ben heel blij. Nou, en als voorzitter van de vereniging, want ik begrijp dat jullie andere team is ook kampioen. Klopt, het tweede is ook kampioen geworden. Dus het is eigenlijk wel meteen een hoogtepunt in mijn eerste jaar als voorzitter. Dus ik denk dat ik er maar mee stop. Alle teams kampioen? Dat zou lastig worden. En ook de hoogste jeugd die hoopt van de week kampioen te worden. Dus we hebben echt een fantastisch seizoen. Echt een feestjaar. Ja, echt een feestjaar. Echt top. Ja, heel blij mee. Heel hartstikke blij. Goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Eens voor de camera staan. Hey!
ik ooit van deze plek hebben we ooit nog aan vertrokken. Dan maar ook de makkereel of waar dan ook. Daar dan maar een praat om tot de sluis. Voor hem moet je een dikke schoen. En dan heb je veel te doen. In de haven voel ik me thuis. De makkereelen zijn om te spelen. Dus mag ik het dan ook een naam op.